Halleluja. We beginnen met een C-akkoord. De moeilijkheid bij dit liedje is dat je heel vaak als laatste slag, met de duim is dat, een andere basnoot moet pakken. Bij C-akkoord is normaal de C, dus de vinger 3 op snaar 5, de toon waar je altijd mee begint en die je gebruikt. Maar op het einde van de maat wordt het in plaats van vinger 3, vinger 2. Dus hoe dat in zijn werk gaat, ik heb het C-akkoord zonder tweede vinger. Je zou hem al op snaar 5 kunnen zetten. Doe je 5, 3, 2, 1, 2. Dat is met duim, wijs, middel, ring, middel. En dan met de duim. Tweede vakje op snaar 5. En dan ga je daarna naar A mineur. Tokkel is hetzelfde en dan ga je weer met via die tweede vinger terug naar C. Tweede vinger los. Dus eigenlijk is de baslijn, sorry. En dat wordt dan opgevuld met hier C. Ik schuif F twee vakjes op en dan hebben we weer een nieuwe G. Dus de G komt op heel veel manieren aan bod. Dus F is 4, 3, 2 en G is ook 4, 3, 2. Dan begin ik nog een keer op regel 3 met maat 9. C, F, G, A mineur. A mineur best met vinger 1 en 2. Dan kun je de derde vinger erbij zetten, dan heb je F. Ik zal een keer die regel doen. Vanaf C, maat 9. F, G, A mineur met vinger 1 en 2. Derde vinger erbij, F. G. E alleen met vinger 1 op snaar 3. A mineur. Alleen vinger 1 en 2. F. Derde vinger optillen. Kun je ook laten staan. Gebruik je snaar niet, dan heb je F en A mineur, eigenlijk met drie vingers. Ik zal het even laten zien. Omdat je bij A mineur snaar 5 aanslaat, maakt het niet uit of er op snaar 4 een vinger staat. Dus als je F hebt, laat je hem gewoon staan. Vanaf maat, even kijken, 17 tot en met 22. Ik begin op maat 17, F. Niks optillen, alleen een andere bas aanslaan. Dus snaar 5 in plaats van 4. Snaar 4. C. Derde vinger dus weg. G naar. Krijg weer het begin. Toch doe ik altijd A mineur met vinger 1 en 2. In plaats van helemaal A mineur, dan zet ik mijn tweede vinger over. Dus ik zal nog een keer het begin laten zien zoals het eigenlijk het beste is. 2, 0. En dan gaat die tweede naar snaar 3. Tweede naar 5. Snaar 5 los. Tweede 5. Succes!